De vaste commissie van natuurlijke hulpbronnen die hebben dan vandaag een ontmoeting gehad met de minister van natuurlijke hulpbronnen, David Abiyamofo, en ook nog met zijn staf, waar er dan uitvoerig is gesproken over de op handen zijnde verhoging van de EBS-tarieven. Een van de vereisten van het IMF is dat nu de subsidies helemaal worden losgelaten en per 1 maart zal er dus nu voor onder andere stroom 2-maal of 3-maal het tarief dat nu reeds betaald wordt, betaald moeten worden. Dat zal enorme gevolgen hebben in de samenleving, zegt NDP-fractieleider Rabin Permisser, die er hierop breedvoerig is ingegaan. En ook de spin-off die we zullen hebben met de verhoging van de energietarieven. Want hiermee zullen ook de prijzen in de winkels dan verder gaan stijgen. U hebt ook gediend als directeur van de EBS. Ja. Als men nu de subsidies daadwerkelijk gaat moeten afbouwen, welke effecten zal dat hebben en zal dat gedragen kunnen worden door die samenleving? Ja. Dus u hebt terecht aangehaald dat de subsidies afgebouwd moeten worden. Wat ik niet begrijp is dat de regering in het afgelopen jaar zegt dat ze 4,5 miljard daarvoor nodig hadden. Wij wensen nog steeds inzage waaruit die 4,5 miljard, waar het naartoe gegaan is en waarvoor precies, naar welke instanties. Dat hebben we niet gehad. Maar nu, oké, dat is wat gebeurd is. Maar nu is dat, eigenlijk komt het daarop neer dat IMF erop staat dat de subsidies op elektriciteit volledig afgebouwd wordt. Let u daarop. En de regering begint nu stappen te ondernemen. Vanmorgen hebben wij een onderhoud gehad met, onder coördinatie van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, met de minister van Sociale Zaken, vertegenwoordigers van Financiën en Economische Zaken waren daarbij. De minister, wij bedoelt u het parlement? Ja, wij bedoel ik commissie NH, parlement, ja. Dank u. Wij waren daar en daar is een presentatie gehouden door EBS wat het gaat worden. Eigenlijk komt het erop neer, kijk, bij ons gaat het erom, de mensen hebben het nu al druk, moeilijk genoeg. Weet je hoeveel mensen, u zullen ze ook tegengekomen zijn, ben ik aan het, dat ze ons dagelijks, ja, en dan proberen te bereiken met hoognodige basislevensbehoeften die ze niet hebben. En vroeg in de ochtend kreeg je telefoontjes van mijn kinderen hebben geen eten en noem maar op. Het is heel erg. Het is heel erg. Heel wat ambtenaren en werknemers komen met hun salaris niet uit. Als ze een beetje geluk hebben, hebben ze wederhelft van werk en dan nog. En sommige mensen hebben niet één, maar tenminste twee jobs. Toch komen ze niet uit. En kleine boodschappen met 1-2 busjes brood en een paar kleine dingen is meer dan 400 SD. Ja, toch? En dat moet je een paar keren per week doen. Het los van de, goed, u begrijpt waar ik naartoe ga. Nu al zijn de nutsvoorzieningen licht en water prijzen hoog. Mensen klagen. Maar ze zijn gewend geraakt, maar ze klagen. Het is moeilijk te dragen. Hoeveel mensen komen op het laatste moment niet betalen? Bij zeker laten we het hebben elektriciteit. Hoeveel mensen worden niet afgesloten? Moeten dan een regeling gaan treffen? Noemt u maar op. Als we een maatregel gaan treffen, voor wie zijn we daar als regering, als parlement? Voor de doorsnee samenleving. Ik besef wel dat we een aantal zaken recht moeten zetten, maar er moeten dan keuzes gemaakt worden. Welke keuzes maak je? En daarom praat ik over het beleid dat het verkeerd is. Het beleid om grote verspillingen, zoals bij corrupte aanbestedingen, gaan miljoenen en miljoenen weg. We hebben toch vaak aangegeven, de hoogste en de laagste en de hoogste met 10 miljoen zomaar meer en noem maar op verder. Kijkt u maar de schandalen nu, bijvoorbeeld afgerond 7,5 tot 8 miljoen met woningbouw. Dat is een klein ding maar, ja toch?
los van alle andere zaken. Als u, u hebt zeker gelezen ook wat onder meer meneer Doekie aanhaalt. Ja, de verschillende en, corrupte aanbestedingen volgens meneer Doekie in Nikeri, om maar wat te noemen. Dus let daarop en daarom zeg ik verkeerd beleid. De mensen hebben dat moeilijk genoeg met elektriciteit en noem maar op. En wat gaan we nu krijgen? Op zijn minst, en laten we dat vaak stellen. Ik heb dat al voorspeld, toch? Volgend jaar. Met bij u heb ik het gedaan. Ja, toch? Dat wij straks de huishoudens tenminste, let u op het woord, tenminste 2 maal meer gaan moeten betalen. Per 1 maart. Dus over enkele dagen gaan we dat moeten betalen. Maar dat betekent dat de rekening van maart, in april gaat u die rekening krijgen. Zo werkt het daar. De niet-huishoudens gaan 4 maal meer betalen, afgerond naar boven. Weet je wat dat gaat betekenen? Dat alles enorm duurder gaat worden. Men kan berekenen, ja, dit op een artikel 1 cent, halve cent of wat dan ook meer. Maar zo werkt het niet in de praktijk, weet u. Van enkele, niet allemaal, maar van enkele winkeliers heb ik begrepen dat ze nu al 's avonds hun vriezers uitdoen. Ik heb te maken gehad met mensen die bijvoorbeeld om pap te maken, melk zijn gaan kopen. Dan hebben ze hun pap en alles. En wanneer ze koken, merken ze dat het melk bedorven is. Ja, toch? Dan is al je pap, al je gas, al je misschien krenten, rozijnen, mensen die wat meer geld hebben. Alles is kwijtgeraakt. Ja, toch? Nu al heb je dit soort praktijken. En als je dit nog verder afvoert. En tot nu toe is de regering dan stil over de gasprijzen. De eerste verhoging hebben we gezien, waarbij, laten we praten over de grote cilinders, dat was, dacht ik, tussen de 80 en 90 SRD. Nu is het afgerond 1000 SRD. Maar daar zijn we nog lang niet. Derdag, dat soort zaken en meer gaan afspelen. En dat hebben we vandaag gehoord. Ik heb ze vandaag gezegd, samen met collega's waren we daar. En we hebben toelichtende vragen gesteld. We waren als commissie natuurlijke hulpbronnen, dus dat zullen we in de huishoudelijke vergadering bespreken. En ik hoop dat we, dat heb ik aangehaald, dat we gauw een openbare vergadering hier zullen beleggen. Wat mij betreft uiterlijk vrijdag. Maar ja, dat zal dan niet gebeuren zoals ik het zie. Want de voorzitter is er niet, de ondervoorzitter is er niet van het parlement. Ja, hopelijk komt de voorzitter vandaag. Ik zal hem proberen per app gelijk te bereiken, et cetera. Dit is een hele dringende, alarmerende situatie. We moeten hiervoor eerst een gedegen publiek debat hebben. Hier, zodat de samenleving weet, waarom moet men het nu doen? Per 1 maart, kijkt u maar hoeveel kort dagen hebben. De samenleving is niet eens goed geïnformeerd. Welke groepen gaan wat krijgen? De huishoudens, maar ook de mensen die zaken hebben. Ja, toch? Dan hebben ze extra kosten. En weet je wat dat met zich mee gaat brengen? Als een aantal zaken niet over de kop gaan, dan zullen ze in de praktijk een aantal werknemers naar huis gestuurd worden. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. En los van de prijzen die verhoogd zullen worden. Ja, toch? Dus wanneer we die maatregelen treffen, onder druk van IMF, ja, toch? Dan moeten we ook bij stilstaan. Wat voor effect zal het hebben in die samenleving? En ik heb gevraagd vandaag. En het antwoord zijn ze schuldig. En wat de kostprijs is per 1 kilowattuur. Een eerlijke prijs. Eerlijke prijs? U vindt dat de prijs niet eerlijk is? Ja, omdat we eerlijk moeten weten of in de prijs niet verborgen zaken zijn meegenomen. Bijvoorbeeld bij de elektriciteitsprijs. We willen weten wat die stroom echt kost, zakelijk. Maar in de praktijk, bij EBS, holistisch benaderd, alle kosten, etc., zijn er ook zaken, bijvoorbeeld voor aansluitingen meegenomen, uitbreiding van het net zijn meegenomen, en gasprijzen zijn meegenomen. Hebben we een eerlijke prijs, waar tegen staatsolie ons de stroom vanuit het stuurmeer levert, krijgt en EBS ook een eerlijke prijs vanuit staatsolie, Tutlifo, de stroom die zij leveren. Ja, dat soort zaken moeten we even goed bekijken. En ik zelf heb aangegeven,
Ik heb geen probleem met een eerlijke prijs voor de mensen die kunnen betalen. En dat conform de elektriciteitswetten die we hebben. En mensen die niet die prijs kunnen betalen, daar is de overheid. En dan moet de overheid zeggen, nee, bijvoorbeeld, de prijs is nu, ik zeg maar wat, 2 SRD per kilowattuur. Voor de mensen zoals Permisser die kunnen betalen, oké. Voor de mensen zoals Roy en Boudou en Peter die dat niet kunnen betalen, zet ik op 1,50 of 50 cent. Maar het verschil moet de overheid dan betalen, want het is een policy van de overheid. Ja? Dus daarom moet iedereen een eerlijke prijs geven. En nogmaals, het is aan de overheid als je bepaalde groepen wil subsidiëren. En nu heeft de overheid ervoor gekozen om niet voor iedereen een subsidie te geven, maar naar het subject. Kijken naar welke persoon, et cetera. Oké. Het is een policy van de overheid waar we achter staan. Dus daarom zeg ik een eerlijke prijs, et cetera. Aan de andere kant moeten we meenemen, ik hoop niet dat ik te lang praat, dat we nu de droge tijd ingaan. En we moeten goed opletten dat we een hoop stroom vanuit het stuwmeer krijgen, waar we weinig betalen, gerelateerd aan de prijs die we betalen als we stroom opwekken met diesel. Nu als de waterlevel, het waterniveau omlaag gaat, gaan we minder uit het stuwmeer aan stroom kunnen voorzien aan mensen. En dat verschil moeten we dan opwekken met diesel. Ja? En hoe gaat dat allemaal in de komende periode met de droogte? Gaat het omlaag? Hoe verder gaat het omlaag? Etcetera, dat soort zaken. En ik ben bang dat we een zwaarder weer zullen komen. Moeilijker tijd zullen komen. En dat we daarvoor veel meer gaan moeten betalen. Want we gaan veel meer thermisch, dus met dieselolie, moeten opwekken. En tegen die achtergrond heb ik gevraagd, hoeveel machines hebt u geïnstalleerd? Het geïnstalleerd vermogen. Dat is 1. Goed om te weten. Stel je voor dat je 180 megawatt hebt geïnstalleerd. En staatsolie en EBS. Maar hoeveel van die machines, hoeveel lever je aan stroom? Als je 180 megawatt hebt geïnstalleerd, als voorbeeld zeg ik, dan misschien heb je een lange tijd machines niet onderhouden. Dan lever je maar alleen 120. Wat about die 60? Wat is het programma om die machines te laten starten, te onderhouden, reserveonderdelen, et cetera. Waarom hebt u dat niet op tijd gedaan? Dat is een andere discussie. Maar hoe lang gaat het duren dat we dat gaan doen? Want we moeten op alles voorbereid zijn. We kunnen geen risico nemen, echt geen risico nemen, dat we weinig stroom hebben. Want die hele samenleving, heel wat belangrijke instituten zoals ziekenhuis, SWM, DNA, kantoren en noem maar op, dat is van een andere orde. Maar allerlei andere huishoudens, bedrijven, die moeten die stroom hebben. Ja, dus tegen die achtergrond, heel technisch, ik ben nog niet aan een debat gekomen van wel of geen verkeerd beleid. Ja, die informatie moeten we eerst krijgen. Er is ook gezegd, en het waterniveau gaat omlaag. Maar ik wil ook weten, ik heb begrepen dat het water gespild is, dus verwijderd is uit het stuwmeer, dat het omlaag gaat. Ik wil weten hoe hoog die level was. En op welke datum hebt u hoeveel gespeeld? Dus dat soort concreet. Ik heb daar niemand iets voor weten, maar ik heb recht op die informatie te hebben, zodat ik zelf een mind kan opmaken. Is dat goed of niet goed gegaan? Geen verwijten. Nuance maar of Mandy. Dat zijn concrete dingen die we willen hebben. En in dat licht, wat is de kostprijs? En dat is belangrijk dat we moeten weten nu vandaag. Van nu, van kostprijs van een barrel olie die staatsolie produceert. Wat is de kostprijs? Ja, en dat willen we weten, eerlijke kostprijs, om te kijken naar hoe efficiënt staatsolie zelf draait. Maar ten tweede, tegen welke prijs wordt het verkocht? Wordt het tegen de wereldmarktprijs verkocht? Of wordt het hoger dan de wereldmarktprijs verkocht? Of lager? En wat is onze policy? Dus dat soort zaken, daar heb ik nog geen discussie over gehad. Let wel, dat zijn gewoon simpele vragen
waar we antwoord op moeten hebben als parlement. En ze hebben beloofd, ja, dat we die antwoorden in deze dagen op schrift krijgen. En als ze zeggen bijvoorbeeld, wat ik eerder zei, dat de kostprijs 2 SRD is per kilowatt. Als voorbeeld hoor, hoe kom je op die 2 SRD? De opbouw daarvan, welke componenten, et cetera. Dus dat ze zaken willen weten. En wat mij stoort, dat zijn maatregelen die je treft, die enorm veel effecten zal hebben voor de totale samenleving. Met name voor de burgerij die van de lage inkomensgroepen. En dan kunnen ze mooi en wel zeggen dat ze per maand weinig, et cetera. Maar gaat u erop letten wat het in stap voor stap tot in december. In december wordt het helemaal, maar iedere maand nu gaat het beginnen. Iedere 2 maanden gaan die aanpassingen komen. Waarbij we niet eens weten hoe het effect van de koersen en van brandstof, want dat wordt iedere 2 maanden zal dat ook aangepast worden. Dus los van de verhoging zal daarbij ook meegenomen worden dit soort zaken. Dus, hoor je vast die. Tijberen, morgen. Want verhoging komt. Zwaar weer. Alleen, dat wordt alleen over elektriciteit. En de regering is stil over de andere elementen. Zoals gas, aansluit, et cetera, et cetera. Wat ik heel erg vind is namelijk. Dit konden we toch plannen. 2-3 weken terug dat we met het parlement hierover zouden beraadslagen, dat we in huishoudelijk openbare vergadering zouden gaan, et cetera. Zoals het nu uitziet en de regering per 1 maart dit wil doorvoeren, dat is een fait accompli en dat is een kwalijke zaak. Met dit soort zaken vind ik in deze tijd, wij zijn volksvertegenwoordigers, we hebben recht op die informatie, de minister heeft pas vandaag geprobeerd om ons te leggen. Maar we moeten een debat erover hebben. Er zijn andere keuzes die je moet maken. En dat is niet gebeurd, dat vinden we een kwalijke zaak. En zoals het uitziet gaan we dat niet hebben als het per 1 maart doorgevoerd wordt. Dat ja, de stemmen die er ook op gaan, heer Permisser, is niet alleen de verhoging die dus doorgevoerd zullen worden, maar wat die samenleving al sedert jaar en dag vraagt, is ook doorlichting van het bedrijf. Want men wil weten, kostenefficiënt, hoe het bedrijf wel gerund wordt en of wij niet te veel betalen voor bepaalde zaken. Ja, precies, dat zit op 1 lijn. Ik had het over een eerlijke prijs. Daarbij is meegenomen of er niet te veel inefficiëntie in het bedrijf is, dat is 1. 2 is, het bedrijf is afhankelijk van input van anderen, in dit geval van staatsolie. Ja, toch? Van DAM, wat 2 cent per kilowattuur nu waarvoor het verkocht wordt. Het moet geen 2 cent zijn, zeg ik van jaar en dag, sinds jaar en dag. Het moet minder dan 1 cent zijn, maar ik rond het af op 1 cent. Kijkt u maar hoeveel wij daar uit onze zakken weggehaald worden. Dat alleen al. En los van andere dingen. Daarom praat ik over een eerlijke prijs. En een eerlijke prijs houdt in onder meer wat u zegt. Ja toch? Efficiëntie van de bedrijven, efficiëntie, achterstallig onderhoud, et cetera, dat moet gedaan worden. Maar moet dat allemaal op de consument afgedraaid worden? Nee, nee, nee. Betaal de overheid op tijd voor straatverlichting aan EBS. Betaal de overheid aan al die zaken die ze laten uitvoeren. Uitbreiding van het net. Dat is voor de overheid. En voor al die landsgebouwen. Ja, toch? Waar de verlichting is. Waar er zoveel verspild wordt aan stroom. Kijkt u hier naar en DNA ook. Ja, toch? Niet omdat we DNA zeggen, moeten we vrij pleiten. Nou, betaalt DNA aan EBS, stroomrekening. Ja, hier en daar als je loopt, hele dag, omdat we niet betalen. Ja, toch? Airco's, heel de leiders. Bijna Frisco, bij wijze van spreken. Ik neem dit als voorbeeld. Je moet altijd thuis, over thuis eerlijk praten. Maar dat gebeurt in vele landsgebouwen. Ja, toch? En allerlei diensten die de overheid aanneemt. Ik wil dat overzicht hebben, of ze dat doen. Dan pas over dat soort zaken. De overheid, ik weet, ik had toen ik directeur was van IBS, een lijst laten maken per ministerie. Laten we zeggen,
ministerie Arbeid. Via ministerie Arbeid zijn een aantal kantoren, ruimten en aansluitingen, waarbij ook ambtenaren aansluitingen hadden. Dat hadden we in mijn tijd opgeschoond. Ik wil kijken of die opgeschoonde lijst nog is, of hoeveel tientallen anderen daarbij zijn gekomen. Ja, dat soort en meer zaken, maar dat is in de uitvoering, et cetera. Daarom praat ik nogmaals over een eerlijke prijs. Laat mij betalen, niet voor inefficiëntie, niet voor verspilling, maar de daadwerkelijke kosten.